Breda Nu. Je weet het meteen. Ja goed, dames en heren, hartelijk welkom op deze fantastische locatie op de Grote Markt in Breda. Voor mij een hele bijzondere plaats om een toespraak te houden, want meestal doe ik dat alleen in mijn eigen café. Maar dat hebben we dat straks al gedaan. En, ter gelegenheid van de presentatie van de bierroute van Breda Bierstad. Een fenomeen waar ik 2 jaar geleden aan ben gaan denken. En ik ben toen ook in contact gekomen met Aratorn via Breda Next City Making. En toen kregen we het over de stad Breda. Van waar is Breda nou sterk in? Ja, Breda is natuurlijk een fantastische Bourgondische stad. En dat moet je op zoveel mogelijk manieren moet je dat uitdragen. En Bourgondisch en bier begint allebei met een B, net als Breda. Dus wat dat betreft heeft dat, ja, dat kan geen toeval meer zijn natuurlijk. Dus vandaar denk ik van ja, wij moeten iets met bier gaan doen. En als je dan ziet dat er in Breda steeds meer mooie horecazaken komen die iets bijzonders met bier hebben. Mooie bieren in het assortiment. Mensen achter de bar die verstand hebben van bier. Ja, dan moeten wij gewoon, iedereen die naar Breda komt en de mensen uit Breda, moeten wij daar gewoon mee gaan verwennen. Er moet een bierwandeling komen langs 12 mooie biercafés. En samen met Aratorn is het gelukt om een fantastische route te maken. Ik sta hier met de wethouder van Economische Zaken, als het goed is, van Breda. En die heeft vandaag een heel nieuw weetje aangekondigd, namelijk dat er ook winterterrassen zijn. Maar ook lanceerde hij de bierroute in Breda. Correct. Nou, vandaag is dus de bierroute gelanceerd, waarbij je bij 12 cafés in een bepaalde route speciaal biertjes kan drinken. En aan het einde van minimaal 10 krijg je een speldje, wat ik hier ook opgespeld heb gekregen net, om je route te bezegelen. Ja. De bierroute in Breda, Aratorn, in een van de initiatiefnemers, gaf het ook al aan. Breda staat op de 3e plaats van de ranking biersteden van Nederland, na Maastricht en Amsterdam. Is er een ambitie om de nummer 1 positie te gaan binnenhalen? Ja, volgens mij moet je altijd nastreven om hoog te scoren. Nou, we staan wel wat achter de nummer 1. Amsterdam staat wel met kop en schouders bovenaan. Maar goed, ik denk dat het een goede ambitie is om te formuleren dat we ook daar graag bovenaan zouden willen staan. En met onze mooie producten, een bierroute, onze eigen brouwerijen, ons Bourgondisch karakter, denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Ik sta hier met Aratorn en je bent van Stappen en Shoppen en van Breda Next. En jij hebt meegeholpen om de bierroute en het bierboek te lanceren hier in Breda. Ja, dat klopt. Michael ken ik natuurlijk al langer via Stappen en Shoppen. Maar we hebben elkaar echt leren kennen in de tijd dat we City Making hebben opgezet, wat nu bekend is als Breda Next. Waarin we werken aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad, samen met alle ondernemers. Dus echt bottom-up. En toen kwam Michael met het idee van een bierroute. En hij zat er een beetje mee dat hij niet wist hoe hij dat moest opzetten. En vanuit onze expertise, het uitbrengen van Stap en Shoppen Magazine, hebben wij gezegd dat wij dat op ons pakken als uitgever. En toen hebben wij samen met hem zijn we gaan brainstormen over de naam, over het logo, de huisstijl, welke zaken we daarbij moesten betrekken. En daar is dit bij uitgekomen. Ja, een fantastisch bierboek en een fantastische route. 12 biercafés in Breda, als ik het zo mag zeggen, die eraan meedoen. Veel biertjes die rijkelijk zullen vloeien. Ook is er een doel gesteld, namelijk nummer 1 bierstad worden. Althans, dat zei de wethouder en dat zei Michael van de Beiert, zei dat ook. Vandaar, dat is toch wel een beetje het doel. Is dat doel er ook voor jou? Absoluut. Mijn ambities voor Breda zijn sowieso heel hoog. Vanuit Stap en Shoppen houden we ons bezig met een stukje city marketing. En wij willen Breda gewoon echt als een van de steden in Nederland wegzetten. En Breda Bierstad is daar een mooi onderdeel van, hoe we ons goed in Nederland kunnen gaan profileren. Je hebt zelf natuurlijk het netwerk en de mogelijkheden om uiteindelijk voor het fysieke boekje te zorgen. Ik denk dat dat ook wel een goede combinatie was. Dus aan de ene kant horecaondernemers en aan de andere kant jouw netwerk in Stappen en Shoppen om dat te realiseren. Ja, nou, het hele idee ook aan het citymaking is dat je samenwerkt en de stad aantrekkelijker maakt. En ook dit boekje is een heel mooi initiatief van allerlei horecaondernemers. Maar ook Breda Next, het toeristisch fonds en Stappen en Shoppen die samen dit product hebben gecreëerd. Ja. En dus initiatiefnemer van het bierboek en de bierroute in Breda. Kunt u aangeven wat de stimulans was of wat de motivatie was om dat te starten? Ja, natuurlijk kan ik dat aangeven. Er was 1,5-2 jaar geleden een onderzoek door een aantal hogeschoolstudenten. En die stelden de vraag aan de gemiddelde voorbijganger van wat is nou de bierstad van Nederland? En de bierstad van Nederland werd genoemd als 1 Amsterdam. Als 2 Maastricht en als 3 Breda.
En toen dacht ik van waarom staan wij in godsnaam achter Maastricht van dat klopt niet, daar moeten wij iets aan doen. En ja, dan ga je nadenken over wat kun je daaraan doen. Toen kwam ik ook in contact met Arendtorren via Citymaking Breda, eigenlijk de voorganger van Breda Next. En daarin werd eigenlijk gezocht naar de dingen waarin Breda goed is. De sterke kanten van de stad Breda. En dan is het Bourgondische karakter van de stad is daar een heel belangrijk aandeel in. En Bourgondisch en Breda en bier, ja, dat zit zo dicht bij elkaar. Het heeft allemaal een B om mee te beginnen. En toen dacht ik van, we moeten iets met bier gaan doen. En als je dan gaat kijken in Breda, er zijn de laatste jaren enorm veel mooie cafés gestart om speciaal bier te verkopen. Om dat ook goed te behandelen, netjes te tappen, te schenken. Ik denk van, we moeten gewoon een wandeling gaan maken langs die 12 mooie biercafés die Breda rijk is. Ja.